Goedemorgen. Fons, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Wou. Goedemorgen. Vanuit de zonnige Zwitserland. Vanuit de zonnige Zwitserland? Ja, absoluut. Prachtig weer hier. Staalblauwe hemel. Ja. En geen witte toppen op de bergen? Nee, niet meer. Afgelopen zaterdag, zondag heeft het even gesneeuwd boven op de toppen, maar die sneeuw is alweer weg. Het is prachtig weer op het moment. Fons, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege die laatste nieuwe single, Te Jong om Oud te Zijn. Ben je dat ook? Ja. Ik ben eigenlijk veel te jong om al oud te zijn, jawel. Ja. Even een kleine vraag. Hoe een man uit België die in Zwitserland terechtkomt? Vertel even. Ja, ik kan niet leven van mijn muziek, zoals de meeste muzikanten veronderstel ik. En ik werk dus in Zwitserland, in de horeca. En dat bevalt mij fantastisch goed. Dus dat doe ik al jaren. En ik zit dus eigenlijk in Zwitserland zowat 10 maanden op de 12. Dus dat is geweldig. Altijd een vakantiestemming, dus dat is schitterend. En daarnaast natuurlijk ben jij buiten het werk natuurlijk nog altijd, muziek is toch een beetje de rode draad in jouw leven, hè? Inderdaad, ja, dat is van kleins af aan droomde ik al van een gitaar en dan kreeg ik wonderwel een speelgoed gitaartje als cadeau. Zeer teleurgesteld, dus waarschijnlijk is dat zo'n beetje mijn trauma gebleven heel mijn leven en ben ik dus een beetje verslaafd aan gitaren en aan muziek maken. Ja, ja. Want de meeste muziek schrijf jij zelf, Fons? Ik schrijf eigenlijk al mijn muziek zelf, ja. Af en toe doe ik eens iets wat samen met, gelukkig is er internet, hè. Dat is een fantastische uitvinding, doe ik met vrienden vanuit België maken wij soms ook samen muziek. Dus ik componeer een nummer, ik stuur dat dan via internet door naar een van mijn vrienden en die zet er dan soms een background zang bij of een solo gitaar bij. En dat is geweldig. En dat is, het werkt enorm verslavend. Dat is, ik moet zeggen, dat is degoutant soms. Dan ben ik bezig met mijn werk of ik lig in mijn bed en dan heb ik een idee en dan moet ik dat doen. Ja. Moet je dan, moet je jou omschrijven, Fons, als een schrijver, zanger, kleinkunstenaar? Hoe moet ik jou omschrijven? Ja, dat is een moeilijke. Dat is een moeilijke. Ik weet het eigenlijk zelf niet goed. Mijn interesses in muziek zijn eigenlijk nogal breed. Als zolang het geen house, daar ben ik niet zo gek van. En techno ben ik ook niet zo gek van. Ik heb het toch altijd graag met live instrumenten en niet zoveel met ritmeboxen en dergelijke. Maar ja, elk zijn genre uiteraard. Maar kleinkunstenaar, wat is kleinkunst? We hebben het er vorige interview ook al over gehad. Wat is kleinkunst? Ja. Ik weet niet of jij daarvoor de definitie hebt, maar ik heb ze niet. Nee, ja, dat kan. Het is in elk geval Nederlandstalig. Nederlandstalig is het toen. Ja. Omdat ik gewoon om de simpele reden ik niet de andere vreemde talen machtig ben om mij uit te drukken. Dus het blijft het Nederlandstalig. Ja. En dan, als je bijvoorbeeld singles hoort, ik had bijvoorbeeld een van de singles steeds te laat. Hè, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is zo'n nummer wat jij volgens mij gewoon geschreven hebt. Ja, tussen het leven door als het ware, of niet? Eigenlijk wel. Ik heb in mijn vorige leven heb ik ooit nog op fabriek gewerkt, fabrieksarbeider. En dan terwijl ik tussen de machines doorliep, ja, dat is ik weet niet of u ooit in een fabriek heeft gewerkt, maar je moet dat eens doen. Dat is echt wel de moeite. Dat wordt serieus onderschat, vind ik. Ik heb alle respect voor fabrieksarbeiders en dat is verstand op nul en werken. En tussen de machines door heb ik dus het nummer ook steeds te laat geschreven. Dat komt een van de komende dagen, hou ik je er wel van op de hoogte. Zo worden de meeste nummers geboren eigenlijk toch wel hoor. Iets dat u in uw hoofd doorflitst en je moet dat opschrijven of je zit weer kwijt. Ja. Het is zoals de wind, als je kunt die niet vangen, je moet het opschrijven. Ja.
En hoe is nu dan de, op een zeker moment de inspiratie gekomen tot het schrijven van het nummer Te Jong Om Oud Te Zijn? Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, maar dat is grotendeels uit het leven gegrepen, echt gebeurd. Ja, ooit verliefd geworden op een vrouw die 7 jaar ouder was. En ik kon haar niet krijgen, hè, helaas, ik kon haar niet krijgen. En vandaar is zo is dat ontstaan. Hè. Ze was 7 jaar ouder, maar ze was eigenlijk veel te jong om al zo oud te zijn. Haar ideeën waren veel jonger en veel, veel ja, levendiger. Ja. Als dan een mens zou verwachten van een vrouw van die leeftijd, van die tijd. Ja, aan de andere kant zie je dikkers wel eens koppels waar een leeftijdsverschil zit van 20, 25 jaar. Ja, tegenwoordig is dat niet meer, dat is nieuw tegenwoordig. Hè. Vroeger zag je dat minder, maar nu, dat is hip. Hip, je moet een jonge vrouw hebben of je bent niet meer in. Ja. Dat klopt, hè. Ja. Allee, ik weet niet hoe. Ja, ik weet het niet, ik heb er niet zoveel verstand van, volgens mij, ben al zo lang met dezelfde, dus ik heb er niet zoveel verstand van. Ja, maar ik eigenlijk ook niet hoor, dat is dan de verbeelding en de inspiratie natuurlijk, die dan zijn eigen leven gaat leiden. Fons, eventjes een vraag, hoe is het gesteld met jouw muziek in België? Is daar genoeg draakvlak voor de muziek van jou? Ik heb daar geen flauw idee van. Ik heb daar geen flauw idee van, omdat ik dus, zoals ik net zei, 10 maanden op de 12 in Zwitserland zit. Het is heel moeilijk om iets op poten te zetten qua optredens of qua publiciteit. Ten eerste al publiciteit, als je dat wilt maken, kost het je geld. En dat is mijn ervaring tegenwoordig. Wilde iets of wat publiciteit maken... Het eerste wat ze vragen, dat is, het kost zoveel. Wat ben je bereid van te geven? En dat vind ik eigenlijk jammer, want alles draait om geld tegenwoordig. Ja, ja. Doe je wel eens daar in Zwitserland, wel eens een keer, als je bijvoorbeeld voor Nederlandstalige gasten zijn, zingen? Ja, dat heb ik heel veel gedaan. Ik heb heel veel gespeeld in de horeca, hotel. Sowieso is er dan ook randanimatie, avondanimatie. En ik heb veel hier gespeeld voor onze Nederlandstalige klanten. En dat was altijd plezant. Dat was altijd heel leuk, ja. Ja, ja. Okay. Natuurlijk, dat is heel kleinschalig. Dat is heel beperkt natuurlijk. En er wordt dan ook zeker niet in Zwitserland publiciteit rondgemaakt. Dus dat blijft altijd binnen het kamers, laat ons maar zeggen. Dat is wel jammer. Wat zijn er op het ogenblik een beetje de ruwe ideeën voor de volgende nummers die er gaan aankomen? Heb je al iets, ben je al iets aan het klaarstomen? Wel, sinds gisteren is er dus terug een nummer klaar. En dat is het nummer Steeds Te Laat, dat ik dus met Belgische vrienden heb gemaakt via internet. En mijn goede vriend Red Goldfisher is zijn artiestennaam, die heeft de background verzorgd vanuit België. Een fantastische luide stem dat hij tot hier kan reiken. En dat nummer is sinds gisteren volledig picobello af en dat zal, laten we zeggen, volgende week verschijnen op iTunes en Deezer en Spotify en dergelijke. Ja. Okay. Ik stuur het u door. Oké, gaan we doen. Wat gaat u vandaag dan doen? Gaat u daar dan werken of is het daar een vrije dag? En wel, ik heb vandaag heel toevallig een vrije dag en vermits het prachtig weer is, trek ik de bergen in. Dan ga je een flink stuk wandelen in de bergen? Ja, toch wel. Dus, ik zit in Sankt Moritz, in het kanton Graubünden is dat. En dat is hier naar mijn gevoel de mooiste streek van Zwitserland. Engadiners, mooiste streek van Zwitserland. Dus ik trek de bergen in, absoluut. Ik blijf niet binnen vandaag, zeker niet. De winter zal lang genoeg duren. Ja, maar het is de wereld klein, hè? Want we zitten hier met de studio in Spanje. We bellen met jou in Zwitserland. En we zijn te horen in Nederland en in België. En zelfs in Amerika toe. Wat is de wereld klein tegenwoordig, hè?
Ja, dat is toch fantastisch. Ik zeg het, internet is een fantastische uitvinding. Ik vind het schitterend gewoon. Fons, ik ga even... Misschien zou ik er een keer een nummer over maken over het internet. Dat zou misschien nog een idee zijn. Ja. Fons, ik ga je eerst maar heel erg bedanken dat je vanmorgen eventjes live hier bij ons in de uitzending was. Ik dank u voor de aandacht. Ik vind het fantastisch dat u mij een platform geeft. Mooi, dank u. Graag gedaan. Het laatste woord van jou is richting al die luisteraars die meeluisteren. Zeg iets tegen de luisteraars en dan ga ik die single starten. Oké, luisteraars, heel veel bedankt om de aandacht en om te luisteren en blijf luisteren. Dank u wel. Dat ga je goed volgen. Tot de volgende keer. Bedankt. En nog even verder. Dank u wel. Doei.